17 oktober 2021 speelde ADO Vrouwen tegen Twente. Een topduel met voortdurend kansen aan beide zijden. Er waren 8 prachtige doelpunten. Aan de eindstand van 4-4 had Jamie Ravensbergen een groot aandeel. Zij maakte er 3 en mocht een bal mee naar huis nemen. Maar het mooiste doelpunt werd gemaakt in de 62e minuut door Kirsten van der Westering, die de bal prachtig buiten bereik van Domselaar in de kruising plantte. Het was een prachtige najaarsmiddag voor de meer dan 450 toeschouwers. Na afloop sprak Rob Blankenstein met Romy Speelman en Jamie Ravensbergen, inclusief bal voor haar hattrick. Romy, vandaag een 4-4 gelijk speel tegen je oude club. Hoe voelt dat? Een beetje dubbel. Ik denk dat we, als je 4 doelpunten maakt, dan hoor je te winnen. We geven ze iets te makkelijk weg. Ik denk dat we ook verdiend hadden om te winnen, als je ziet hoe we op het veld hebben gestaan. Dus dubbel en mooi om tegen jouw oude club te spelen. Had je daardoor, omdat het tegen jouw oude club is, meer spanning? Nou, niet per se spanning. Ik had er wel heel veel zin in. Gewoon, de week duurde best wel lang, want van zondag tot zondag, dat is voor ons best wel een lange week. Maar niet per se spanning. Het was een hectisch potje, uiteindelijk een 4-4 gelijkspel. Kun je zeggen dat ADO vandaag 2 punten heeft laten liggen? Dat denk ik wel. Uiteindelijk een goal die afgekeurd wordt, waarvan ik niet helemaal zeker weet of het wel zo had moeten zijn. En ja, als je dan in de laatste minuten nog een doelpunt weggeeft terwijl je 4-3 voor staat, dan zijn wel 2 punten verloren gegaan. Hoe heb je je avontuur beleefd in het oosten van Nederland? Ik heb een hele hoop geleerd, want het is natuurlijk wel het hoogste niveau van Nederland. De faciliteiten zijn gewoon goed. Je wordt kampioen, je wint de Eredivisie Cup, je speelt Champions League, daar leer je een hoop van. Maar ik weet niet of het... Ik ben blij dat ik nu weer terug ben, laat het zo zeggen, want ik wil gewoon spelen. Is dat een ervaring die je achteraf bezien niet had willen missen? Nee, ik denk dat het op dat moment de juiste keuze was en dat het mij verder heeft geholpen. En nu kan ik dat laten zien op het veld. Jullie hadden een hele moeizame start van de competitie. Al nagelang de competitie voordat komen jullie steeds beter in je spel. Met name vorige week dan die duidelijke 0-5 bij Excelsior. Ja. Voelt het ook op dit moment beter aan als in het begin, onderling? Ja, ik denk dat we meer op elkaar afgestemd zijn. Je ziet het ook vooral denk ik op middenveld. We winnen meer duels, we komen meer aan het voetballen toe. Daar hadden we aan het begin wat moeite mee. En nou ja, daar zijn we hard mee aan de slag gegaan en nu staat het goed in mijn beleving. Even naar die gelijkmaak, die 3-3 uit die vrije trap. Even daarvoor zag je er niet goed uit, waardoor die vrije trap kon ontstaan. Nee, ik maakte inderdaad een foutje waardoor die vrije trap kon ontstaan. Daar ben ik ook verantwoordelijk voor, dat is ook zeker mijn fout. En daar baalde ik heel erg van. Uiteindelijk, zoals gezegd, die 4-4 scoren. Had er nog meer in gezeten in die laatste 6 minuten extra blessuretijd, denk jij? Of niet? Of waren jullie op dat moment tevreden met dat punt? Ja, ik weet niet of er nog meer in had gezeten. Ik denk dat we eerder in de wedstrijd het hadden moeten beslissen door nog een doelpunt te maken. Aan het einde zie je dat het aan beide kanten gewoon op is en dan is het van links naar rechts. En ik weet niet of er op dat moment nog meer in zat. Als je nu de resultaten bekijkt tegen die topclubs, Ajax, PSV en Twente, dan doen jullie het wat dat betreft helemaal niet zo aardig. Ja, zeker. Maar ook de andere clubs doen het goed tegen de topclubs. Dus ik denk dat dit jaar de competitie wat spannender wordt. Met Feyenoord erbij, want die doen het ook razend knap. Ook Feyenoord doet het goed, nu weer gewonnen, dus dat is leuk voor de competitie. Jamie, pontificaal met een bal, dat is niet voor niks, hè? Nee, de eerste keer dat ik even een hattrickje scoor, ja. Ik heb natuurlijk wel 1 doelpunt in de eerste helft gemaakt en 2 doelpunten in de tweede helft, maar ja, was wel heel lekker. Wat dat betreft kan je terugkijken op een uitstekende wedstrijd. Wat voor gevoel overheerst nou na afloop? Je hebt er 3 gemaakt, je bent niet man of the match, maar woman of the match. Welk gevoel overheerst? Ja, nou aan de ene kant ben ik wel echt heel blij natuurlijk met mijn 3 doelpunten. Alleen het is jammer dat we dan geen 3 punten houden in Den Haag. Want we hebben echt als team zo hard gestreden en helemaal verdiend als je 3 punten meeneemt. Ja, speel je nu gelijk. Maar als we terugkijken op de wedstrijd hebben we het hartstikke goed gedaan. Dus eigenlijk kunnen we met een positief gevoel het weekend afsluiten. Het is sowieso een positieve week voor jou geweest. Je bent op het laatste moment ook nog bij de onder 23 geselecteerd. Jong Oranje. Waar al 3 ploegenootjes bij zitten. Dat moet ook de kerst op de taart zijn, denk ik. Ja, helemaal. Dus dit is fijn. En natuurlijk met Jong Oranje dat je daarvoor geselecteerd wordt. Dus nou eigenlijk alleen maar een topweekend. Ik zag een schitterend spandoek achter de goal. Trots op onze Jamie, hashtag 9. Weet je wie dat geproduceerd heeft? Het neigt naar familie, maar... Nee, echt niet. Nee, het waren de fansupporters. Er kwam net een man naar me toe. Die was samen met mij op de foto. Die had toevallig dat gemaakt. Nou, superleuk natuurlijk. En dat geeft je alleen maar een boost.
En nou, ik zeg, je mag hem vaker ophangen, want het brengt alleen maar geluk. Even naar die goals van jou, met name die tweede die je dan scoort. Dat was een harde voorzet van, de linksback. Keiraan Nelemans, precies. Ja. Alleen, op het laatste moment was het een beetje een scrimmage, een soort scrimmage situatie. Kon je je teen nog net daar tegenaan zetten? Ja, het was een beetje een gefrommel, want Kika van S hield hem tegen en de keeper kwam uit en hij bleef op de lijn. Dus ik dacht, ja, nou, nu maar gewoon heel mijn lichaam erin gooien. Dus volgens mij heb ik me uiteindelijk gescoord met mijn rug. Maar het maakt niet uit, hij ging erin. Als je nu kijkt naar jullie wedstrijd, de laatste 2-3 wedstrijden, zeg maar, en je vergelijkt het met alle begin van het seizoen, er zit een duidelijke stijgende lijn in. Ja, daarom. En dat moeten we nu alleen maar voortzetten. Het geeft een positief gevoel. Ja, ook een goede sfeer in het team. Dus nu door blijven gaan. Topploegen zijn dan op papier Ajax, PSV en Twente. Maar ik denk dat ADO, gezien de prestaties tegen die drie ploegen, daar niet ver meer vanaf zit. Nee, het is zonde dat we even het begin, ja, niet echt. Ja, we hebben natuurlijk ons best gedaan, maar jammer dat het allemaal niet mee zat. Dus nu gewoon lekker dit voortzetten en dan hopen in die top 3 te komen. Waar gokken jullie op aan het eind van de rit? Nou, weet je, we moeten het gewoon lekker zien. We moeten geen druk op onszelf leggen. Gewoon lekker voetballen en we zien het wel. En natuurlijk gewoon het belangrijkste is dat je als team goed speelt, zoals we vandaag hebben gedaan. Dus dit voortzetten en hopen op een goed resultaat. En wat jezelf betreft, met die drie teamgenoten, goed presteren in Jong Oranje. Ja, klopt, zeker. Nou, het zijn er nu zelfs 4 geworden. Ja, of 5, sorry, want Keira is ook nog opgeroepen. Oh, okay, dus heel aardige selectie, dus superleuk. Oké. Okay. Ja.